Wannes van Tricht, 2-0 gewonnen tegen je oude ploeg, tegen Eendracht Aalst. En jij maakte een wereldgoal, mag ik dat zeggen? Ja, je mocht dat natuurlijk zeggen. Hij ging lekker binnen. Net daarvoor had ik ook een kans, die shot ik juist over. Maar deze ging lekker binnen dan, hè. Ja, als we de wedstrijd even overlopen. De eerste helft begon vrij gelijk opgaand. Maar na 20 minuten nam Eendracht het spel in handen. En we mogen Xavier Gies dankbaar zijn dat het nog 0-0 stond met rust. Ja, zeker. Gieske was heel goed vandaag. Ik denk dat de eerste helft hadden we wat tegenwind. Was Aalst iets beter. Hadden ze ook 2-3 kansen. Eentje kon er misschien wel van binnen gaan. Ja, want dat was na 30 minuten was een wereldsafe van Xavier. Inderdaad. En dan konden we eigenlijk met 0-0 de rust in komen. En dat was ideaal voor ons. Dan hadden we wat meewind. Dus ja, echt goed gepakt van Gieske. Dus als ik het goed begrijp, de wind heeft een belangrijke factor gespeeld in deze wedstrijd, want als supporter zie je dat niet zo, hè? Ja, toch een klein beetje. Denk ook de uittrappen bijvoorbeeld, die gaan minder ver. Het is moeilijker voor kopduels dan te winnen. Maar oké, ik denk tweede helft hebben we de wedstrijd een beetje naar ons toe gezet. Ja, zeker na de 1-0 hebben jullie de overwinning gerechtvaardigd. Ik denk wel dat Aalst de meeste kansen had nog. Maar oké, eens dat 1-0 valt, is het in de hoofden van Aalst ook een beetje minder. En dan valt allee, de 2-0 moest gewoon vallen en dan was het over. Hoe voelt dat om zo te mogen of spelen tegen je ex-ploeg? Want je kent er waarschijnlijk nog heel wat mensen. Ja, ik heb er ook vrienden nog. Hè, dus dat is heel leuk om tegen te spelen. Ook leuke sfeer altijd, ambiance in zo'n wedstrijd. Dus leuke wedstrijd. Ja. Jullie pakken nu 6-6, pardon, Aalst pakt 0-6 tegen jullie. Dat moet frustrerend zijn voor die mensen. Ja, ik weet het. Ik ken het huis daar een beetje en ik weet hoe het daar ineen zit. Dat zijn geen leuke dagen voor hun. Voor ons natuurlijk wel. Dus ja. Ik zou zeggen, na deze driepunter komt er volgende week terug een thuismatch tegen Heist. Jullie kunnen een goede zaak doen in de rangschikking als je ook die wint. Ja, tuurlijk. Hè. Alles staat nog een beetje kort bij elkaar. Maar oké, we kijken wedstrijd per wedstrijd. En, vorige week was het ook een beetje minder tegen RWDM. Nu hebben we terug een positief gevoel. Dus we hopen zo hoog mogelijk natuurlijk, hè, zoals elke voetballer dat wilt. Maar we kijken wedstrijd per wedstrijd. Oké, hartelijk dank Wannes van Tricht. En nogmaals proficiat met je wondermooie doelpunt. Ik zou zeggen, maak er nog zomaar een paar dit seizoen. Dank je, dank je.